Hij woont nog bij zijn ouders in Drunen, is maar 19 jaar en nu al 2 wedstrijden lang basisspeler bij het succesvolle RKC. En dat had Ingo van Weert, want daar hebben we het over, zelf ook niet verwacht. Voordat de voorbereiding begon, had ik eigenlijk nergens op niks verwacht. Nergens op gehoopt. En ik heb ten eerste trainen met de belofte trainen al met de eerste samen. En ik heb zelf iedere oefenwedstrijd zo'n beetje meegedaan. En ook getraind. Ja, op zich ging het gewoon steeds beter. En ik had ook wel een voordeel dat ze niet al te veel verdedigers hadden. Dus ik had een mooie kans gekregen om tegen Twente te spelen. Dat ik mijn debuut heb mogen maken is natuurlijk al fantastisch. En dat had ik sowieso al niet verwacht aan het begin van het seizoen. Dus ik hoop gewoon dat ik veel wedstrijden kan spelen. En de doelman Jan Seda is gehuurd van Boleslav. Dat is de doelman achterin Lamey. Ingo van Weert, debutant uit de eigen opleiding, 19 jaar. Ja, ik was zeker die dagen ervoor, dan wist ik al dat ik speelde. Begon de zenuwen wel een beetje te komen. Want het is natuurlijk niet niks. Daar duurt eigenlijk ook al voor om in de Eredivisie te spelen. En dan voor je club. Echt op de dag zelf van de wedstrijd werd het al wat minder. Alleen toen we met de bus aankwamen rijden en dan zie je het stadion. Dat is ook wel iets anders dan het Mandenmarktstadion. Wat voor type voetballer is Ingo van Weert? Ik denk... gewoon rustig aan de bal, niet al te veel gekke keuzes maken. Gewoon verdedigend, ook verdedigend waar mijn mannetje sta. En een goede inspelpaas. Ik denk wel dat we een echt team zijn, dat we echt als team willen vechten. Dat zag je ook al tegen Twente, dat we gewoon echt voor het punt speelden. En dat we dat gewoon goed kunnen. En we hebben nu een paar spelers bij. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn. Ik denk dat we wel gewoon boven de degradatiestreep moeten kunnen eindigen met dit team. Nou weten wij dat jij op je fiets vanuit Drunen naar Waalwijk vertrekt. Hoe ziet zo'n trainingsdag voor jou er nou uit? Ja, gewoon een half uurtje voordat we moeten zijn vertrek ik hier van huis met de fiets. Ja, zo ongeveer 5 tot 10 minuutjes fietsen. En dan kom ik aan op de club, pak mijn kleren. Dan gaan we meestal nog even zitten met alle spelers bij elkaar in de spelershome. En dan doet iedereen zijn eigen ding. Sommigen gaan tafel tennissen, anderen biljarten of kaarten. En dan wacht gewoon rustig af tot de training gaat beginnen. En dan na training eten we nog wat. En dan horen we weer het programma voor morgen of wat dan ook. En dan fiets ik weer rustig naar huis.